We staan hier bij de jachthaven van Menemblik en tegenover mij staat burgemeester Frank Streng. En we gaan het hebben over het coronavirus. Kunt u meer vertellen over wat het coronavirus uh, voor impact heeft op uw dagelijks leven? Ja, het zijn hele barre tijden. En uh, als je wakker wordt, denk je: Oh ja, het is anders. En uh, ja, dat betekent dat je ook zelf uh, aanpassingen doet. En, uh, ik vind bijvoorbeeld de dans die we doen in de supermarkt, om afstand te houden. Ja, dat is wel bijzonder. Maar wel goed dat we het doen met elkaar. Ja. Dus u houdt zelf ook echt rekening met wat u uh, tegenwoordig doet? Ja, je bent je heel erg bewust van uh, uh, afstand houden, thuis blijven, uh, veel bellen, veel telefonisch vergaderen. Ook je werk ziet er heel anders uit en... Uh, ja, dat is even wennen, maar. Ja, nu ben ik er wel aan gewend. Nou, gelukkig, en werkt u ook zelf gedeeltelijk thuis? Is dat mogelijk? Ja, ik werk in principe thuis. En uh, we kunnen door de digitale kanalen kunnen we heel goed uh, verbinding maken met elkaar. En het is natuurlijk anders dan dat je elkaar aankijkt, uh, even een hand geeft. Het is wat formeler, wat zakelijker, maar. Uh, de besluiten worden toch genomen. En is hierdoor uw functie de laatste tijd veranderd? Dat kan je wel zeggen, ja. Normaal gesproken ben ik buiten. Ontmoet ik mensen. Uh, openingen, jubilea, koninklijke onderscheidingen. Er zijn heel veel uh, festiviteiten die natuurlijk nu uh, niet doorgaan. Koningsdag, uh, 4 en 5 mei, 75 jaar Leven in Vrijheid. Nou, alles wat we gewoon zijn om te vieren met elkaar. En om te herdenken valt nu gewoon weg. Ja. Dus de gemeente wordt hard getroffen, kunnen we wel zeggen. Ja, <tossimus> maar ik vind wel dat we het heel goed doen met elkaar. En daar wil ik iedereen ook een compliment voor geven. Mensen in de zorg die keihard werken, de dienstverlening, de politie, GGD, ambulancepersoneel. Maar ook natuurlijk de organisatie van de gemeente. Ondernemingen die zich aanpassen. Chapeau, ja. gaat goed. Dat is fantastisch. En wordt de streek financieel ook getroffen? Ja. ja, ik denk dat dat hele grote consequenties gaat hebben. Moet je je voorstellen dat van de ene op de andere dag je inkomsten wegvallen? Daar heb ik grote zorgen over. Ja, ja en er is geen draaiboek voor het coronavirus. En hoe, hoe speelt u daar dan op in? Nou, we hebben de veiligheidsregio die natuurlijk nadenkt over onze gezondheid, volksgezondheid. En wat er voor nodig is. Ik ben ook van de handhaving, dus ik zie toe op de regels die we afspreken. En uh, dat is een hele organisatie en daar zijn draaiboeken voor. Okay. En bent u uh, blij mee dat sinds een aantal <tie> weken dat jullie als gemeente zelf meer mogen handhaven? Nou, um, het liefste doen we het natuurlijk onder eigen regie. En nu gaat het onder regie van de voorzitter van de Veiligheidsregio. Maar we hebben goed overleg. We hebben een burgemeesters-app. Dus we zijn in verbinding. En als er iets op popt, dan uh, overleggen we even. Oké. Okay. En um, afgelopen weekend is goed verlopen. Hoe ziet u het paasweekend voor zich? Ja, uh, eigenlijk in dezelfde lijn. Ik denk dat de mensen wel begrepen hebben dat uh, uh, aanpassingen nodig zijn, dat je moet houden aan de regels, hou afstand, blijf thuis. Hoe mooi het weer het ook is. Alhoewel ik denk dat het iets minder weer zal zijn. Um, ja, pasen gaat gewoon anders worden. Het is thuis uh, eitjes schilderen en dan maar in de woonkamer verstoppen of zo. Uh, ja. Verzin iets. Ja. Maar blijf alsjeblieft thuis. En ga niet met z'n allen op dezelfde plek wandelen of uh, wat anders doen.